Welcome back everybody en welcome terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag nieuwe gameplay voor jullie op de map Hardhat NW3 weer. Ja, NW3, ik upload de laatste tijd ook heel veel NW3 weer. En dat komt gewoon, ik speel gewoon s'avonds weer met Paul, Fish en zo. NW3, ik speel hier trouwens ook met Nando en Robin. En Braaf was net weg, omdat hij ging slapen. Het was al 12 uur, half 1 of zo, s'avonds. Dus ja, dan snap ik wel dat je een keer slapen, omdat je volgende dag gewoon weer naar school moet. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar hier had ik een dubbel Moab en dat is wel lekker natuurlijk als je een Moab haalt. En zeker als je een dubbel Moab haalt. Ik weet niet, ik speel hier met de P90 trouwens. Extended Mag, Silencer en Wintercamo. Sommigen vinden gouden camo mooier natuurlijk. Ik vind Wintercamo ook gewoon lekker. Ik vind dat mooier als gold. En dat sommige mensen snappen het niet. Misschien ben ik maar de enige in de wereld die dat heeft. Maar ik heb eigenlijk altijd Wintercamo erop. Sommige mensen vragen, ja, zet je gouden camo erop? Maar ik heb op heel veel wapens gouden camo, zal ik je zeggen. Alle submachine guns, volgens mij alle assault guns heb ik golden camo. Maar ik zet het er gewoon niet op, want ja, ik vind het toch niet zo mooi. Het irriteert me als ik aan het spelen ben. En dat wil ik natuurlijk niet hebben, dat mijn camo irriteert. Daarom heb ik altijd wintercamo op zetten. Vind ik gewoon een normale, ja, een normale camo eigenlijk. Tenminste normaal. Je moet wel elite voor hebben gekocht toen of zo bij NW3. Pre-order shit gebeuren. Maar ja, ik vind het gewoon een lekkere kamootje. Ik speelde overigens met de perks, als je niet mag weten. Scavenger Quick door Stalker speel ik eigenlijk altijd mee. En dan unlock ik Slide Event, Assassin, Hardline en All Streaks. Juice natuurlijk, C4, Portable en hier gaan we dan. Want ja, 6 versus 6, heel veel mensen weten het. 6 versus 6, als je daar een streak krijgt. Soms op die grote mappen kom je wel eens bijna niemand tegen. En dan is een streak, als je een streak inzet, heel belangrijk dat je niet doodgaat. Maar hier bij Hardhat heb je gewoon, ja, je bent zo snel aan de overkant. Dus je kan af en toe nog wel die kills maken. En dat is gewoon het betere aan een kleinere map 6 versus 6. Omdat je dan toch nog mensen wel tegen kan komen. En dan gewoon ook kan killen natuurlijk. Want dat is toch wel belangrijk dat je die mensen eigenlijk met de grond gelijk kan maken. Eigenlijk zo klein beetje kort door de bocht gezegd. Maar ja, daar is het ook gewoon. Want als jij een Moab haalt, is het toch een 24 gun streak. Of 25 natuurlijk. Ligt er maar net aan of je geen specialist, wel specialist. Of geen hardline, sorry. Of wel hardline unlocked. Of niet heb op je wapen bij assault. Of bij support. Noem het maar op. Dus ja, dan is het toch wel een aardige streak. En zeker als je de 2 haalt op regular 6 versus 6. Vind ik toch wel een goede prestatie. Oké, de Moabs waren niet al te snel. Een 4 minuut 20 Moab en een 3 minuut 10. Maar toch, het is een dubbel Moab. En meestal, dat heb ik zelf. En ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar als ik een Moab heb gehaald, is mijn concentratie meestal weg. Ik kan dan even niet goed raken. Dan ga je meestal een paar krachten cadeau. En dat dacht ik dat dat nou ook ging gebeuren. Maar ik pakte me gelijk weer goed terug. Ik weet niet hoe het kon ineens. Bam, tjak, ik sta er weer. Ik ga die kills weer maken. Ik ga ervoor om die dubbel te maken. En ik had de eerste Moab en ik zei ook tegen Paul, tegen Fish, tegen iedereen van ja, ik ga toch proberen voor de dubbel Moab. Dus ik liet me maar doodgaan. En je zal direct ook zien dat ik dan ook gewoon niet schiet. Laat me gewoon lekker doodgaan om, hoe zeg je dat? Gewoon lekker weer snel je streak te kunnen inzetten. Want mijn C4 was al kapot en noem het dan maar op. Ik zag geen, even een tonnetje of zo. Ja, en dan wil je gewoon zo snel mogelijk dood door een tegenstander die je dan gewoon maar doodschiet. Dat maakt dan op zich niet zoveel uit. Maar ja, je wilt dood om nog een Moab te halen. En dat is gelukt. Ik haalde gisteravond 4 of 5 Moabs. 1 dubbel Moab dus. Het eerste potje begon gelijk lekker. Had ik ook al een Moab. Heel veel geluk trouwens. Net als hier. Een Moab moet je soms geluk hebben. En geluk, ja, ik weet niet of je dat af kan dwingen. Maar ik weet niet. Ik had heel veel geluk tijdens deze Moab. Soms, want ik kreeg ook gisteren op Twitter toen ik online had gezet. Of online. Gepost had van ik heb een hardhat double Moab. Zei ook van sommige lekker posten morgen op je kanaal. En één iemand zei ook ik heb nog geen Moab, dus reageer alsjeblieft of zo. En het is heel lastig. Ja, ik kan altijd tips geven. En dat is gewoon als jij een Moab wil halen. Ik zou je zeggen probeer met een team te spelen. Dus probeer gewoon even 6 versus 6 regular te gaan doen. Want Ground War is toch best wel hysterisch. Tenminste hysterisch druk. En dan is het soms moeilijk om je bijvoorbeeld je streak te halen. Omdat je dan heel snel om moet draaien. Noem het dan maar op. Want anders zou je 9 versus 9 spelen. En je speelt op een toch nog best wel kleine map. Arcane, noem het dan maar op. Dan is het soms toch wel lastig. En dan zou ik gewoon zeggen, speel 6 versus 6. Met gewoon wat maten. Noem gewoon op. Zeg gewoon
Speel gewoon met 6 man. Dat je gewoon lekker allemaal een beetje kan lopen. En ga gewoon een beetje spelen. En als je gewoon een streak hebt, dan ga je hem gewoon een beetje supporten. Dus ja, of zelf een streak hebt, dan ga je gewoon zorgen dat iemand met Vesjes loopt. Iemand met UOV loopt. Dat je het gewoon voor je eigen iets makkelijker maakt. En als je een mob wil halen, zou ik je gewoon aanraden om met Specialist te beginnen. En eigenlijk gewoon met wat ik net gezegd heb. Scavenger, Quickdraw, Stalker. En ik zal je zeggen, heel veel mensen gebruiken soms geen Quickdraw of Stalker op hun wapen. Maar ik zal je zeggen, Quickdraw is zo en zo belangrijk ook. En Stalker. Dat zijn twee perks die van mij eigenlijk altijd bijna op een klas moeten. En waarom is dat? Die perks zijn eigenlijk zo OP om gunfights te winnen. Daar gaat eigenlijk gewoon nergens om. Quickdraw om gewoon snel je wapen ook te kunnen swappen. Maar ook natuurlijk om heel snel te aimen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je heel snel kan aimen om die gasten dood te maken als je af en toe even ernaast zit. Maar ook Stalker. Dat je lekker kan streven. Lekker een beetje links-rechts bewegingen kan maken. En dat hij lekker op dat mannetje lekker spot-on zit. Dat is altijd gewoon lekker. En dat gevoel moet je ook gewoon hebben, weet je. Ik heb soms dat ik streaks heb waar ik denk van, ga ik hem halen? Of, Dat was een klein gaapje, sorry daarvoor. Ik weet niet, ik ben al wel 2 uur wakker, maar ik gaapte nou net al even 5 minuten geleden ook al net voor de commentaar. Ik denk, ik moet echt wakker zijn om deze commentaar in te spreken. Anders is het natuurlijk ook niet leuk. Maar ik haal hier gewoon een lekkere streak. En ik weet niet wat het is. Ik kan jullie wel proberen tips te geven hoe je een MOAB moet halen. Maar ik zal je gewoon zeggen, probeer wat ik net zei, 6 versus 6. Probeer met een favoriete wapen te spelen. Probeer met een submachine gun of probeer met een ACR. Ook al heb je daar geen goede feeling bij. Ik zal je zeggen, een ACR, MP7 zijn toch de wapens waar denk ik de meeste MOABs mee gehaald zijn op MW3. Over de hele wereld. Ik zou zeggen, raad ik zo'n wapen aan. Want dat maakt het voor jou misschien makkelijker. Die wapens zijn toch een beetje overpowered soms. En dat maakt het gewoon iets makkelijker voor jou om die kills te maken. Ik zou ook gewoon zeggen, probeer met portables te spelen. Dan heb je toch ook al een indicatie waar ze vandaan komen, waar ze spannen. En probeer gewoon met z'n allen een beetje rond te lopen. Gewoon te blijven lopen, want dat is ook een punt. Ik zie soms mensen die proberen een mob op te halen en een beetje te lang in een gebied hangen. En ik zou zeggen, je moet niet te lang in een gebied blijven hangen. Je kan 3-4 kills dan misschien maken, maar jouw tegenstanders weten dan, oké, jij zit in ongeveer in dat gebouwtje. En dan gaan ze jou heus wel opzoeken. Dan gaan ze jou proberen te RPG'en, te C4'en, te grenaden, noem het allemaal maar op. En dan ben je gewoon de lul. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon rondlopen. Blijf in die map een beetje op en neer lopen. Blijf een beetje kijken waar je teammaat staan. En dat is denk ik ook belangrijk. Als je een MOAB wil halen, moet je zorgen dat je bij de tegenstander bent. Dus in zijn voeten. En hoe kan je dat doen? Als jij op je minimap kijkt, kan jij zien waar jouw teammaten loopt. Lopen, liepen. Weet ik veel. Je begrijpt me wel waar die liepen. En nou ben ik helemaal in de wacht. Nou, hier had ik trouwens mijn domme, maar dan zie je waar mijn teammaten lopen. En dat is super belangrijk om te bepalen waar ze spannen. Plus waar jij heen gaat lopen. Want nou zie je het, heel veel mensen die staan bij A en die staan bij B. En ik kan nou gewoon mijn MOAB zinnen om even weer die vlaggen terug te pakken. Maar je moet gewoon goed kijken wat er gebeurt. Want ik kijk heel vaak hoe de pijltjes staan. Hoe die blauwe pijltjes en groene pijltjes op de minimap staan. Waar ik dan heen moet lopen. Je ziet het nou, dus dan lopen er 3 naar B, 3 naar het midden. Tenminste, eigenlijk zo op de minimap. Ik ga proberen om dan straks, als we posities weer hebben, weer naar C te gaan. Want je moet gewoon met z'n allen zorgen dat je eigenlijk een beetje over de map gecontroleerd bent. Dus dat is overal een paar mensen staan. Kijk, nou loop ik al naar A. En ik weet waarom loop ik hier naar A. Omdat hier niemand is van mijn teammaten. En je moet gewoon zorgen. Want meestal is de tegenstander heel vaak aan de andere kant waar jouw teammaten met z'n allen zijn. Daarom loop ik ook soms van die looproutes. Dat ik weet, oké, ik moet teruglopen. Want daar zitten ze, daar spannen ze. En bij Hardhead is dat altijd makkelijk. Je kan een rondje lopen van A richting C. En dan moet je doorlopen eigenlijk naar B. En dan kan je dat rondje weer herhalen als je een heel rondje loopt. Maar je kan ook gewoon zeggen, ik loop bij C omhoog en we gaan weer terug naar A. Dus dan loop je eigenlijk tussen A en C de hele tijd in. En dan is het echt een goede tactiek om bij Hardhead. Want daar zijn de spans meestal. Als jij een beetje overhand hebt met de vlaggen, zijn de spans gewoon daarbij
tussen A en C. En dan moet je daar gewoon de hele tijd tussen blijven lopen, wat ik nou ook doe, om die kills op te pakken. En hier zit ik trouwens al, ja, volgens mij op een 11 streak. En dan ga je toch best wel lekker, tenminste nu heb ik er 11 kills. En ik denk misschien kan ik nog een triple, maar dan wordt het hier jammer genoeg net uit mijn, ja, eruit geschoven, mij doodgemaakt. Dus anders had ik misschien 13 streak, had ik het heel misschien nog kunnen halen. Maar ik denk het niet, want hierna ging ik nog 1 of 2 keer dood. Gewoon, ik zat er toen even niet meer in, maar wel mijn dubbel mow opgehaald en dat is natuurlijk altijd lekker. Ik ga natuurlijk proberen voor meer dubbel mow op, triple mow, noem het allemaal maar op. Misschien nog wel een hele snelle mow-up, maar dat zit altijd maar net in hoe snel jij je specialist haalt, hoe snel jij je streaks hebt, hoe de spans echt goed gecontroleerd zijn, tenminste, of je die een beetje weet, kan voorspellen wat de tegenstander doet. En dat zijn gewoon wat tips voor een mow-up, gewoon proberen erachter te komen waar die spans zijn, want je speelt al heel lang deze game en dan moet je ongeveer wel weten waar de spans ongeveer zijn. Maar dit zijn gewoon een beetje tips voor een mow-up, misschien door een mow-up te halen als je al iets beter bent natuurlijk. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Like hem dan, geef even een reactie, abonneer natuurlijk. En dan zeg ik, see you later everybody.